Deze beschouwing is op verzoek van Sean. John. Seanie <laughs> <Johnny> Jordan. <laughs> ja, dan is hij gewoon verder geheim. Maar Sean weet wel dat het zijn verzoek was. Want hij heeft mij een privéboodschap gestuurd via Facebook. Dit gaat over ouderschap. En uh, dan denk je: uh, is ouderschap modern? En is het nodig? Neem ik aan dat je dat denkt. Wat vind je er zelf eigenlijk van, ouderschap? Was jij tevreden over het ouderschap wat jij hebt ervaren toen jij de hele dag alleen maar lacht hey, Janke. Als je weer een luier had gescheet u. Of als je honger had en een beetje lopen janken en krijzen. Een hele gezin lastigvallen met je doorbrekende tandjes. En was je in die dagen tevreden over ouderschap. Want je gaat mij niet vertellen dat je toen ouder was. Ja, ik heb zelfs zo'n monster in huis gehad. scheiten jongen en pissen en krijzen. En ik ben achteraf erg tevreden over mijn ouders. Ja. Ja, mijn piggy, jouw vader was een zuiplop en je moeder hield van ruzie maken. Ja, nou, en mijn vader is dood. Ah <laughs> ja, je moet het een beetje leuk zien hoor. Belangrijk is dat voordat jij begint aan ouderschap, dat je eerst dat uh, gedrag van je ouders achter je hebt gelaten. Anders zou ik er niet aan beginnen. Ik zou niet je kind opzadelen met jouw wrok naar papa of mama. Doe dat het uh, nieuwe geurt niet aan. Alsjeblieft. Is het modern, het ouderschap? Ik denk dat het niet modern is. Ik denk dat we in de tijden aan het belanden zijn. Dat heeft onze Heer Christus toch voorspeld: dat hij zei: er komen tijden dat een zwangere vrouw vervloekt is. Van hoe haal je het in je hoofd? Om in deze dagen te baren. om gek geworden. Zo kijk ik er nu tegenaan. Hè. Dat betekent niet dat je dan moet denken: nou, Ik mag van Perry geen kinderen krijgen. Dat moet je zelf weten. Je moet er het lef voor hebben. Dat zou ik je wel willen adviseren. Dus, uh... <coughs> Goed controleren of je haren geballen hebt. En heb je ze alle twee nog? Ja, laten we eerlijk zijn. De, de meeste huwelijken. dan kiest de vrouw ervoor als de kinderen tussen de zeven en de tien jaar zijn. Dan is die eerste golf is voorbij van die zorg die die kinderen vergen. En dan worden die kinderen zelfstandiger. En dan word jij als kerel de, de deur uit gedonderd. Zo is het. Dus als je dat wil, dat is niet leuk. Maar je kan het nog steeds willen. Ja, ik sta je niet in de weg. Maar ga niet lopen zeuren tegen die tijd dat je de deur uit wordt gedonderd voordat je kind tien is. Want dat is meestal zo. In meer dan 50% van de. Ja, nou, misschien nog wel meer. Het is maar weinig mannen beschoren om de puberteit... van het grut mee te maken, zonder dat je knarsend, tandend moet toezien. Hoe een of stuk verdriet zoals Rocco Osterman. dat wel even voor jou doet. Want jij kon het niet zo goed. Dus kan Rocco Osterman dat wel beter. Nou, ah, dat is niet zo leuk. Jij overleeft het wel. Dus daar, ga gerust je gang. Rocco Osterman is echt de enige klootzak niet hoor. De, de gedachte die ik ooit had van een papa en een mama, die komt van de vader en moeder van mijn vader. Die deden normaal. Mijn oma die stond s morgens om half zes op, en die ging s'avonds om half tien naar bed. Dat was een vrolijke vrouw. En als ik aan haar vroeg: Oma, wat gaan we vanavond eten? Dan zei mijn oma: Hussen, met je neus ertussen. Hetgeen zoveel betekent als: uh, je, je eet het maar op. Wat ik kook, Dan maak je geen zorgen. Ik ben aan het koken en straks ga jij het opeten. Wat maakt jou het uit? Wat het is. Mijn oma die kon kokette maken. Oh, lekker man. Dus ragoe maken. En dan laat je die ragoe opstijven. En dan maak je daar kroketjes van. En die rol je dan door de paneermeel. En dan door het eigeel. En dan weer door het paneermeel. En dan weer door het eigeel of zo. En dan frituren met die handel. Dat is lekker, jongen. Dus het kan wel. Het bestaat. Ik heb het meegemaakt. En mijn oma, die. Waar toen de kinderen de deur uit waren. Toen wilde ze weer gaan werken. En toen zei mijn opa: Dat is goed. Dus je mag de deur uit. En uh, ze wilde handwerkles geven. Ja, zei mijn opa: Dat is goed. Op voorwaarde dat het onbetaald is. Nou, toen keek mijn oma even raar. En toen dacht ze, nou, oké, okay, dan maar. Dus toen ging ze werken in het buurthuis. En daar gaf ze de meisjes van het dorp Bovenkerk handwerkles. En ze leerde die meisjes borduren en dat soort dingen. De huppeltje steek. En toen ging mijn opa dood. Toen was hij 83. En toen heeft mijn oma nog zes jaar geleefd. Of zeven jaar geleefd. Acht jaar geleefd. Toen werd ze 90. En vlak na de verjaardag ging ze dood. Geen dag in het bejaardentehuis. Geen dag. Dat was helemaal niet nodig. Mijn opa had zijn hele leven gewerkt. Of zijn hele leven. Tot zijn 65ste gewerkt bij Fokker. Van zijn veertiende. Die had meer dan vijftig jaar voor fokken gewerkt. Die had een pensioen, jongen. Mijn oma, die moest de Noorddammerdijk oplopen. En daar was de Rabobank. En dan kreeg ze geld. En dan werd ze altijd vriendelijk begroet. Met dag, mevrouw Winkel. Nou, zei ze, mag ik 75? Ja, maar natuurlijk, mevrouw Winkel. En zo wordt het ook. Naar mijn mening. Een man zorgt voor een vrouw. En haar zal niks ontbreken. En het hele idee dat vrouwen wel voor hun eigen inkomen gaan zorgen, dat leidt alleen maar tot hoogte-ziekteverzuim in het arbeidsgebeuren. Want dat is duidelijk, hè? Sinds de komst van vrouwen op de, op de arbeidsmarkt is de hoeveelheid ziekteverzuim met, 50, nee, met 25% toegenomen. Vrouwen zijn 50% vaker ziek ja. dan mannen. Waarbij je dan nog maar moet afvragen: in hoeverre dat niet. Hoe moet dat zeggen? Ja, dat er nog wat mannen ziek worden, niet van zichzelf, maar dat ze ziek worden van hun werk. Wat wat anders is. Ik ben bijvoorbeeld dit jaar door mijn rug heen gegaan. Maar dat was niet mijn voortplantende schuld. Je hebt heel slecht functionerend management boven mij. En het hele schoonmaakteam heeft er last van. En dan ga ik door mijn rug, ja. Dat, dat is niet een, een, een kwaaltje of zo, wat je dan hebt. Dat is een direct gevolg van onhoudbare arbeidsrelaties. En dan ben ik naar twee vertrouwens. Ik ben naar personeelszaken toegegaan. Ik ben naar de eerste vertrouwenspersoon gegaan. Ik ben naar de tweede vertrouwenspersoon gegaan. En toen iedereen uh, de beroemde vinger naar me opstak en vroeg hoeveel vingers erop gestoken werden, toen ging ik door mijn rug. Ja. En ik ben weer terug. En morgen is mijn leidinggevende om kwart voor negen in het washok. En kijken of zij wel wat kan. En anders ga ik nog verder. Anders ga ik naar de vakbond of naar de gemeente. Ik ben een man, snap je. Ik hoef het niet te pikken. En waarom zou ik het pikken? Ik heb er helemaal geen zin in. Mijn manager die kwam uh, tot drie keer toe. Onaangekondigd bij mij op de locatie. Hallo. Ik ben je manager. Ik kom even kijken. En ik heb een vraag. Ja. Dat soort management dat, uh, hoef ik niet. Ik ben er niet om vrienden te maken. Ik ben er om te werken. En tijdens mijn werk wil ik niet lastig gevallen worden. En er was vorige week was er een bewoner, die uh, Parijse nee, de uh, Adriaan. Adriaan, kom bij me staan. En die ging zijn erotische fantasieën even doorbrieven. Iets in een bos met uh, zwepen en een tang. En dat je je mond open moet doen en dat er helemaal achterin uh, met die tang. Ja, uh, yeah. en al je kleren uit. Maar die heeft me niet lastig gevallen. Onderwijl kon ik gewoon blijven schoonmaken. En zelfs heb ik hem nog even gevraagd: van, zeg, kan jij dat even oppakken? En kan je ook dat even doen? Want ik zit bijna door mijn tijd heen. Dus Adriaan heeft me ook nog geholpen. En ik dat verhaal aangehoord van in het bos. Met die ene persoon. En hij moest zijn verhaal kwijt. En ik dacht, wanneer houdt het op? En toen met die, met die tang en dan in zijn mond en dan kiezen trekken, dacht ik, nou, dit weet ik niet geil meer. Hmm. Maar voor zo iemand ligt dat anders. Serieus, daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Tegen hem zeg ik heel uh, simpel: ik zeg, Ja, het gaat erom, wij zijn kerels ja. en de rest is zijn wijven. Ja. Als we daar door gaan tussenlopen modderen, dan wordt het één grote soepzooi. Ja, we zijn een kerel en wij kunnen wat. Ja. of niet? Nou, daar ligt allemaal troep op de grond, kan je even helpen? Kijk, dat werkt veel beter. Want ik ben een man. En you believe me, als daar een vrouw had gestaan... en die had dat verhaal aangehoord... en dan ook nog dat ze weet over wie hij het heeft... en dat is er een van de dagbesteding die ik nooit heb ontmoet, maar iedereen kent haar naam. Oh, 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 oh. wat een... Ik, ik heb zo'n zin om morgen weer naar mijn werk te gaan... Hoe gaat het met Adriaan? Een man zorgt voor zijn vrouw. Het mooie woord is huisvrouw. Je kan een huis hebben. Als man. Dat is wel de bedoeling. Je hebt een huis. En als je nou een echte huisman bent, dan zit er ook een vrouw in. En dat is jouw vrouw. En die vrouw, die krijgt het huis. Dat is toch mooi? Dus de man moet het huis verdienen. En de vrouw, die krijgt het gratis en voor niks. Ja, wat wil je nou het liefste? Wil je zelf je eigen huis verdienen? Dan ja, ga je gang. Het is niet voor niets dat mijn dochter nu al. Bij mij zo pieperen komt zeggen van ja, ik heb toch eigenlijk wel een heel klein beetje. Heb ik een boormachineetje nodig? En dan vraag ik haar moet je een klopboor, een hamerslag of een gewone boor? En dan kijkt ze me zo van, dus is, ja, wat, wat is het handigste? En wat kost het? Tja. Leppie. Hey, ik zag laatst een jongen en een meisje in de Action. En ik was daar voor uh, boodschappen. Ik, ik had daadwerkelijk spul nodig. En, ja, en ik vind het dus leuk om heel goedkoop te leven. Dus met mij geen medelijden AUB. Ik heb uh, bijzonder aardige contacten bij de Action gehad. Dus ik ben daar voor spullen. En dan lopen ze een jongen en een meisje. Waarvan ik dacht, jullie hebben vannacht genuikt. En nou wil zij als beloning. dat we wat leuks gaan doen. En dan moet die kerel met haar mee naar de actie. En zij zat te kijken naar die sector met uh, allemaal kabeltjes. En er zaten geen kabeltjes bij voor een Macintosh. Nee. Dat klopt, ja. Dat maakt niet uit. Want bijna niemand heeft een Macintosh. Dus de, bij de Action, daar ligt daar liggen ook geen, weet ik veel wat, noem eens wat, daar ligt er ook niet. Er ligt wel elektra spul bijvoorbeeld, je kan er wel eens een stekker kopen, denk ik. Maar een verhuisstekker, nee, dat heet een verhuisfitting, dat, een verhuisfitting, die heb je dan niet. Bij de Action heb je dat niet. Je, je kan hem tweeling ik, ik hoop het je te vinden, hoor. Dat is een actie. Ja, en dan zegt zij, we hebben geen kabeltjes voor een mikketoes. Nou, ik koop nooit meer een appel. En toen dacht ik, wat zielig voor die jongen. Die vriendin is te dom voor woorden. Als zij een kabeltje nodig heeft voor haar Macintosh, dan gaat ze naar Radio Piet of naar allekabels.nl. Daar haal je dat spul. Ook bij de Action kan je in het seizoen kan je zaad kopen. Maar als jij in oktober denkt: ik wil Thaise Basilicum, dan hoef je echt niet naar de Action te gaan hoor. Als je Thijs basilicumzaad wilde, dan moet je dat bestellen. En zo duur is het ook niet. Dus stel je niet zo aan. Er is zo'n surfrindin. Dat wordt helemaal niks. Ik wil nooit meer een appel. Trut. Om de discussie af te ronden... Die, uh, die internet interfaces, dingen zo. Daar lopen ze al heel lang. Uh, steeds weer beter en vernieuwd in. Het vorige klopte niet. Ja? Dat is al heel lang bij ze. En nu heb je USB-C. Dat gaat behoorlijk hard hoor. Dus dus, uh, USB 3.0. Dat scheelt even. Factor 20 of zo. Daar kan je beeldschermen mee aansturen. Daar kan je beamers mee aansturen. Dus. Ja. Zo dadelijk heb je dat allemaal niet meer met je Apple. Je hebt uh, je USB-uitgangen en. Hier. Dat zit. Ik heb die oude Apples ook gehad hoor. Met uh, HDMI. En uh, HDMI blijft ook nog wel even, denk ik. Maar in mijn Mac, wat zit daar? Dat is gewoon HDMI. Het is gewoon HDMI-Mac. Ik snap niet wat die bitch het over heeft, hoor. Ik heb een Mac, gloednieuw. Of gloednieuw, een jaar oud. Dus USB. En HDMI. En wat heb je nou nog meer nodig? Ik zou het niet weten, hoor. En dat is een trut, zoals morgens in de action. En die jongen, als ze zaad kwijt, heeft toch zo'n uitgeblust gevoel. En dan krijgt hij ook dat nog over zich heen. Ik wil nooit meer een Apple. Dan kan je niet de kabeltjes kopen bij de Action. Ja, man. Ja, zo'n vrouw is niet zuinig. Dat is het punt. Als je zo'n vrouw in je huis neemt, die gaat verkwisten, Daar word je arm van als man. Ja, ja. Serieus. Dat gaat dan met tientjes in de week. En tientjes in de week. Dat worden twintigjes in de week. En, en dan wordt het. Nou ja, het gaat alles maar erger. Snap je? En jij maar werken. En dan ga je een vrouw. Ik ken een man en die heeft een vrouw. En. Dan werken ze allebei voor de overheid. En een vette baan, hè? 6000 of zo, netto. In de maand. Allebei. Managementniveau. Dan hadden ze een nieuw huis. En ja, ik denk dat zij dat bedongen heeft. Zij heeft bedongen dat er een binnenhuisarchitect gevraagd zal worden. Dat weet ik zeker. Dat heeft zij bedongen van ja, we hebben toch geld genoeg? En dan vragen wij een binnenhuisarchitectuurbureau En die plemt de hele woning vol. Die gaat ons uh, bevragen wat we willen. En dan worden we helemaal geïnterviewd. En dan worden we helemaal gemasseerd. maar heel erg leuk met koffie en uh, rode wijn. En een, een hele huis, zoals wij het willen. We hebben geld genoeg. Ja, daar gaat je op Ja, serieus. Ik weet nog dat ik een vriendin had. En toen was ik een heel klein beetje failliet gegaan. <laughs> dat was een best een leuke tijd eigenlijk. En ik had even... Ja, heel, heel krap. En toen liep ik met mijn vriendin over straat... Het was het, uh, toen was het nog druk in Arnhem. Dat was in die foute periode van die CO2. Uh, ja, toen is die CO2 al ontstaan. Toen was het heel druk in de Rijnstraat hier in Arnhem. Allemaal mensen gingen winkelen. Op zaterdag. Ja, tegenwoordig doet niemand dat meer. Maar toen dus wel. En zij uh, tegen mij. Ik wil een nieuwe spijkerbroek. Maar ik zei tegen haar. Nou, even niet. Want toen was het toch pissig, joh? En weliswaar drie, vier weken of maanden later, biechten ze me op. Ja, dit, dit, dat was eigenlijk geen leuke opmerking van mij. Sorry. Aan zo'n vrouw heb je niet veel. En aan welke vrouw wel? En als jij een vrouw bent, dan snap je dit mannelijke probleem. En dan is jouw probleem: welke man is te vertrouwen? Ja, de, 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 sorry dat ik gestotterde, je hebt dat ding trauma, of posttraumatische stressdisorder. Shellshock, dat is een oude term, shellshock. want te veel bommen op zijn kop gaan Ja, dat is zonder meer linkersoep. En aan de andere kant, als je zo'n deugdelijke jongen hebt uit zo'n perfect gezin. Ja, die ligt in bed met zijn secretaresse tegen de tijd dat je 38 bent, snap je? En dat wil je ook niet, dacht ik. Want die kerels heb je ook hoor. Die calculeren dat in, hè? Als je een man hebt die genoeg geld verdient om twee gezinnen te onderhouden. Ja, straks gaat hij twee gezinnen onderhouden. Snap ja, je? Leer mij die kerels kennen. De, de meest smerige ervaringen heb ik beleefd doordat ik na het sporten moest douchen met andere mannetjes. Allemaal in een blote piemel. Gatverdamme. Ik weet ook nog een keer dat ik na een sportdag. door de sportleraar werd aangesproken. en zei: "Hey, hé, hey, jij gaat weg en je hebt niet gedoucht. Ik zei tegen die sportleraar. Ik woon 13 kilometer boven stad Groningen. Dus ik heb 35 kilometer voor de boeg. En ik dacht dat ik ga douchen als ik thuis ben. En dan op de trappers. Ja, 35 kilometer fietsen, man. Kom op. Hele sportdag achter de kanes en ook dat nog. Zie maar eens thuis te komen. Bij je dronken vader en je ruziemakende moeder. En eerst gaan we douchen als we thuis zijn. UB Het leven is veel simpeler dan veel mensen denken. Je hebt mannetjes en je hebt vrouwtjes. Punt. En die mannetjes gaan lekker werken. En die vrouwtjes gaan genieten. En zorgen. AUB. Dus zorgen is geen werken. Na mijn werk neem ik chocolaatjes mee. Dat bevalt bijzonder goed. Perry, de chocolaatjesman. Dan kom ik binnen met zo'n kar met allemaal chemicaliën. En dan, dan vraagt de Groningse herenboer bezorgd: Heb je wel chocolaatjes? Ik zeg ja. Ik ben betrouwbaar. En ik heb, de, de, ik heb een veiligheidsvoorraad. En die zit dan in mijn geheime kamer bij die andere chemicaliën. En dat komt allemaal uit Duitsland. Hele leuke kleine bonbonnetjes. Kost geen drollen. Kijk, dat is geen werken. Dat is zorgen. In dit geval zorgen voor mijn eigen werkomgeving. Dat uh, ik het lievelingetje ben van al die bewoners. Dat geeft die begeleiders mooi het nakijken. Want tegen mij doen ze wel lief. <laughs> ja, vind je gek? Ik geef ze chocolaatjes. Dat <laughs> is dus gewoon omkopen. Ja, zorgen heet dat. Nietzsche heeft gezegd uh, dat er een, een probleem is met vrouwen die niet kunnen toveren. Of dat verleerd zijn. of ja, dat, dat zat er nooit in of zo. Als een vrouw niet kan toveren, ja, haal maar op. En wat is toveren? Wat, wat bedoelt Nietzsche daarmee? Nietzsche bedoelt dan niet uh, geheime drankjes. Uh, nee. Hij bedoelde wat anders. Dat is de zorg. Verrassend goed. Dat is het dan. Over oh, het lekker. Over oh, het fijn. Dat is het vrouwelijke. En dat hoort in het huis. En de kracht van de van mens, Adam, die naar buiten gaat. Dat is de duidelijke, de overheersende. De ja, de wham, bam. Uh, thank you, ma'am. Ja, niet dat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Z mijn vriend Wout, de typische kerel. Tjie. En hij heeft een zeikwijf. Ja. Tja, maar kijk je naar zo'n kerel... Dus ik, ja, ik als wijf, ik zou zo'n kerel willen. Amen. Ik zou zo'n schaamhaar scheren, maar... Ja, dat ben ik dan. Ik heb nou Wout een keer gezien in de sauna. in denk ik van: Wauw, nou, dat mag een beetje minder. Dat slaat helemaal nergens op. En hij is dan zo'n bouwvakker geworden. En hij woont nou op een hoekhuis. En in zijn tuin. Daar is een waterpartij. Met muggen. En kikkers en dat soort meuk. En een sauna. Met de 380 volt draaistroom. Hoe je dat spul? Ik wil, er ook geen, ik wil er geen verstand van hebben. 360 volt is het. 360 volt draaistroom. Dan trek je. Dan trek je 30 ampère volgens mij. Ja. 30 ampère. Oh. En dat keer 220 volt. Hè? Nee, dan gaan we wel even pompen. <laughs> Sauna. Hè? En hij mij uitleggen. Kijk, dat was helemaal niet zo moeilijk hoor. Ik heb namelijk een diploma die dit is, en, zo, en uh... Ja, dan doe je het uh, volgens het reglement. En dan mag dat gewoon hoor. Dat is uh, geen enkel probleem. Hoppakee, draaistroom door zijn tuin heen. Dat die gozer dat durfden. Wauw. Maar ook andere enge dingen hoor. Op bouwstijgen staan. en hij verhalen verteld. Oh nee. Echt zo met je rug langs de muur. Voetje voor voetje. 13 meter omlaag, hè? En gelukkig is het allemaal button. Met uh, lelijke punten erin. Ja, hij liever dan ik. Ja, ja toch. En uh, voor jou geldt dat ook als vrouw dat je dat niet wil doen op je dinsdagochtend om 7 uur s morgens. Hè? Dat wilde Wout ook niet doen hoor, dus die heeft uh, de leiding gebeld en gezegd, nou moet je luisteren, als ik hier in mijn eentje was, dan had dat nog wel gekend. Maar ik heb een leerjongen erbij en dat gaat vandaag even niet. Dus blaas de hele boel maar af. <laughs> Maar hij wel langs die rand, zo uh, met zijn rug tegen de muur, voetje voor voetje. En, en dan eh, beoordelen: van oké, okay, en daar moet dat, en daar moet dat. En dit gaan we niet doen. Met gevaar voor eigen leven. En het leven van zijn leerjongen. Ah, joh, en die mannen die vinden dat leuk. Serieus. Iemand als Wout vindt dat heerlijk. Dat die aan het hoofdkantoor gebeld. <laughs> Pas zijn schade, jongen. Alles afgeblazen. Die gozer die aankwam met die cementwagen. Dat Wout kon zeggen: Even wachten, even wachten. We zijn nog niet klaar. Dat die gozer met die cementwagen zei: Ja, als ik nog langer blijf staan. dan gaat die cement. Uh, en dat moeten we niet hebben. Dus de hele cementwagen kapot. Nou, Wout, dan moet je gewoon lekker naar huis gaan, dacht ik. Hij heeft Wout eventjes op kosten van zijn eigen baas een cementwagen naar huis gestuurd. Kijken wat dat kost, jongen. En dat zijn mannen. En, is, en je vindt dat leuk? En dan hou je ervan. En dan maakt het je dus geen donder uit. Of je schoonmaker bent, of uh, bouwvakker, of uh, whatever. Je wil jezelf laten gelden. Wat is dat nou? En als vrouw, ja, ga op je rug liggen. In de goede zin van het woord. Gewoon lekker met die billetjes in het maatschappij. Je kan toch wel voor je eigen zorgen? Hè? Nou dan, heb je toch geen kerel voor nodig? Je hebt een kerel nodig om het huis te betalen. Daar heb je die kerel voor nodig. Een mini. Een puur zakelijke overeenkomst. Economisch gesproken. Hè? Jij ligt op je rug en hij doet al het werk. En als hij thuis komt, dan is alles precies zoals hij wil. Ja, het is zijn huis, dus... Je moet het huis eruit laten zien zoals hij dat wil. Wat hij wil, dat mag die kerel, maakt er niet uit. Het punt is, het moet schoon te houden zijn. Dus niet allemaal dingen, allemaal stofnesjes. En, dat moet je niet accepteren. Uh, gekke Henk niet. Ja, als je zo'n kerel hebt, dan moet je hem een eigen rommelkamer geven. Want dan is dit deel van jou. Dan plemp je hem wel vol met je kinderspeelgoed. Maar jouw huis, van een volwassen man... Met een vrouw die je huis houdt en de boel schoon houdt. Hoe ziet dat eruit? En niet vol met je kinderspeelgoed. En je geeft iedereen de indruk dat die man heel rijk is. Dat gaat, die gedachte gaat zich in zijn hoofd vormen. En daar gaat hij steeds harder van werken. Nou, dat hebben we geregeld. En dan uh, doorwerken, liefst na het pensioen. Dus uh, mijn oom Hans, die, uh, die is nou met pensioen, maar die werkt nog steeds. Want dat kon. Ja, mijn andere oom, uh, oom Cor, die werkt ook nog steeds. Hij ging dan met uh, AOW, pensioendingen en er werd gelijk gezegd vanuit de gemeente. Van, ja, nou ja, er verandert voorlopig niks, je, alleen je krijgt anders betaald. Je moet even een nummertje aanvragen. En, uh, nou, dan krijg je nog steeds geld hoor. Dus, nou, die werkt ook nog steeds. Dus ja, jij als vrouw. Ze, ze verdienen genoeg, man. Je moet ook niet bang te zijn van ja, straks is hij bejaard. En, uh, nee, 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 nee. Dat blijft gewoon doorwerken. Het blijft doorwerken en net zolang tot het dood gaat. Nou, en als je kerel dood is, is al die poen van jou. Dus, ziek zit je nou over te zeiken? Je moet alleen die poen, die moet je niet van tevoren over de brug gooien. En daarna kan je doen wat je wil. Je kan naar de Antillen gaan verhuizen. Of naar Noord-Frankrijk. De Ardennen. Ga je daar wonen? Met geiten. Dat maakt jou het uit. Je genoeg. Ja, maar geiten, daar moet je allemaal verzorgen en zo. Dat hoeft helemaal niet. Het enige wat jij moet hebben, is een stuk tuin. En dat je even alle la Français met die buren gaat overleggen. Je, eh... nee, je mag hier geiten stallen hoor, geen enkel probleem. Ik wil uh, 5 kilo geitenvlees per jaar. En dan, dan kijken die mensen je aan. Oh, 5 kilo per jaar geitenvlees? Oh, en dan mogen onze geiten bij jou in de tuin staan. Oh, oh, ja, zeg je, waarom niet? Ja, dan heb jij 5 kilo geitenvlees per jaar. Of 50, wat je maar wil. hoef je niks voor te doen, hè? alleen maar een beetje bonjour zeggen tegen die Fransozen. Eh, uh, Walloniërs. Die Vlamingen en die Walloniërs. Ik ga gaat daar toch lekker wonen? Zo. Voor mij wordt het op Schiermonnikoog. hoog. Ja. Dat is ook leuk hoor. Dat is ook wel als je een vrouw weer, weer oude dag, lekker een Schiermonnikoog. hoog. Dan rij je geen auto's. Dus dan ben je heel veilig. Daar komen dus ook geen Marokkanen. Want je mag er niet met de auto naartoe. Dus, ja. Dat is mooi als je ook. Ook voor jou als bejaarde vrouw. Een lekker fiets maken. Heel veel frisse lucht. Dan ga je net als Winsten. Kerkheuvel. Ketelwille, Winston, Kerkheuvel, Church Hill. Churchill. Church Hill. Church uh, Hill. Daar ga je lekker schilderen. Ja. Uitkijken over de Noordzee. En als je zin hebt, even naar de andere kant fietsen. Dan kijk je naar de Waddenzee. En in de Waddenzee dan kun je gratis Mosselenrapu. Ja, Zelf gedaan. Dus als de Waddenzee inloopt... Nou, ja, hij is allemaal mosselen. Niet van de Albert Heijn. Niet van de co Nee, van de Waddenzee. Het sterft daar van de mosselen. Man. Eindje lopen. Ja, met je rollator dan die prut in. Dat lijkt me moeilijk. Maar. Ja, ook hier weer nadenken over. Dat je andere mensen al het werk kan laten doen. Dat jij zegt: van nou, dan ga ik die mosselen wel wassen. Moet je er wel doen hoor. Die, die mosselen moeten allemaal gewassen worden. Ja, ik ga die mosselen wel wassen. Ja. En dan wil ik een, uh, een maaltje. En de rest krijgen jullie mee. Heb jij lekker verse mosselen? De hele winter door hoor. Hoe kouder het is, hoe lekkerder de mosselen. Een beetje koken, venkeltje erin. Wat ook erg lekker is met mosselen: dus het is mosselen met venkel. En dan moet je er een scheut Oezo in doen. Pasties, Raki. Ja, dat zijn die namen: anijs, alcohol. Klats, aan erin. Hemels. Die venkel is dan, omdat die, als je er prei in doet, dus, ja, je kan die prei ook opeten, dat moet je ook doen, vind ik. En als je die venkel erin doet, die venkel die blijft grijpbaar met je vingers. Dat is lekker, jongen. Want je bent met je handen aan het eten. Dus, uh, hè? Dan pak je ook een stuk venkel in je mond. Oh, lekker. En dan weer mossel, en dan weer venkel, en dan weer mossel, en dan weer venkel. Geniet van het leven hoor. Dus dat is een opdracht, vind ik. Dus ouderschap, het heeft te maken met dat je een mannetje en een vrouwtje bent. En dat je dat samen oplost. Dat je tot een eenheid wordt in die zin en niet elkaar in de weg lopen. Dus als een vrouw gaat werken, dan loopt die vrouw, die man, in de weg. Dus wat moet je met een werkende vrouw? Een werkende vrouw die betaalt haar eigen huis. Dus wat moet je ermee? Huisje delen? Kan ook. Heb je een roommate? Heet dat? Dan deel je een huis en je blijft allebei zelfstandig. Ben je roommates. Ja, dit is, is geen ouderschap. Snap je? En die vrouw dient voldoende vertrouwen te hebben in die man. dat ze haar werkende leven op durft te geven. Voor hem om hem te laten werken. Want als een vrouw zelf gaat werken... dan moet die man zijn aantal arbeidsuren per week gaan verminderen... om jou die gelegenheid te geven om te gaan werken. Ja of nee? Dat is altijd zo, hoor. Dus als jij de... <coughs> een, een man alleen besteed twee, drie, vier uur per week aan de huishouding. Meer niet. Zo'n beetje, en dan iets van een beetje rommelen tussendoor. En dan is het correct. Wim Kruidentuin bijvoorbeeld, zijn woning, die is correct. En hij doet niet per se aan stofzuigen en dingen opzij. En, uh, en ik ook niet. Dus een man in zijn eigen huis. heeft zelfs moeite met een werkster. Snap je? En heb je een vrouw in huis als man. Dan wil je een schoner huis. Dan, dan, moet, dan moeten dingen hygiënisch zijn. En dan ga je extra tijd kwijt zijn voor die hygiëne. Want mijn huis is niet hygiënisch schoon. Ik weet wat hygiënisch schoon is. Dat doe ik dagelijks op mijn werk. Dat is hygiënisch. En heb je een vrouw in huis, dan moet het richting hygiënisch. Als je een man in je eentje bent, dan hoeft het helemaal niet. Serieus niet. Vrouwen hebben de gewoonte om pannen af te wassen, gelijk, dan moeten we nemen afwassen en moeten alle pannen moeten door het hete water en zeep op. Ja, dat doen vrouwen. Mannen. Als die gaan koken, en die hebben nog een pan van gisteravond. En denken, oh, hebben we die pan nog? Ja, mooi, zit er nog vet in. Dat is ook goed. Hebben we hier nog? Oh, nog aardappeltjes. En hoppakee. Die pan wordt helemaal niet afgewassen. Dan gaan we lekker in doorbakken. Daar zaten die spekjes in, van gisteravond. Huppakee, laag vuurtje eronder, aardappeltje erbij. Gekookte natuurlijk. Hè? Gekookte aardappels erbij. in een, een beetje in de rondte En dan trekt al het vet trekt erin. En dan een beetje zout, een beetje peper. mayonaise kwak. En dan gaan we lekker eten en voetballen kijken. En zonder vrouw in ons huis hebben wij het uh, makkelijker qua huishouding. Punt. Wij doen alles veel efficiënter. Want wij zijn lui. En jaloers op degene die zo slim zijn om het wel op te lossen. En dan gaan we dat kopiëren. Dan denk ik, oh, als je dat zo doet, is het nog minder werk. Ja, precies. Wij zijn heel economisch, heel efficiënt. Wij houden niet van malligheid. Dat zijn mannen. Zo horen ze te zijn. Van die zuinige idioten. En de vrouw die. Maakt ons het leven moeilijker. En qua huishouding. En ten, daarom zou het fijn zijn. Dat de vrouw die wil zoveel hygiëne. Ja, Doe dat dan zelf. Maak het huis hygiënisch schoon. Doe dat dan. Mannen met hun eten. Ik heb... ...zaterdag voor 2,50 euro koeienbotten gekocht. En een partij soep, jongen. Hoor je hem een schil van... Ik weet niet wat ik met die soep moet. Ja, opeten natuurlijk. Dat is voor mij genoeg. Dan ga ik met mijn dochter, die komt dan hier eten. En dan heeft ze een receptje gevonden op internetje. En uit 43.000 werelddelen moeten er uh, sprieten en blaadjes komen en zaadjes en... Uh, een dingetje van dit, een echte meuk nog weer duizend kilometer verderop. Nou, ik hou meer van koeienbotten, 2,50 euro, een halve winkeltas vol. En die gaan we koken. Met de kruiden die hier in huis groeien. Of in de omgeving. Een wortel erin. Oh, een goed idee. Oh, een gemberwortel. Oké, okay, ik heb me overtreden. Gemberwortel. Ja. Dat is toch wel lekker hoor, gember? Mannen zijn veel zuiniger. Jojo. Dus je neemt een vrouw en dat gaat je geld kosten. Ik heb zo'n verschrikkelijk boek van Wim Kruidentuin. En dat heet uh, Ik heb Je Lief. En dat is geschreven door Anonymous. Anonymous. Het schijnt een beroemde schrijver te zijn uit die dagen. En die wilde dit gore werk niet onder zijn eigen naam gepubliceerd hebben. En die viespeuk van een uitgever heeft het dan wel gedaan. Onder Anonymous. En zo kreeg die lapper. toch nog poen. voor dat smerige werk. Ik heb je lief. En Wim, die vond dat zo walgelijk. En ik kon aan Wim zeggen: nou, het is helemaal niet zo walgelijk. Want die man heeft aan het begin gezegd. Alles is goed, behalve als je maar één ding wil veranderen in mijn huis, dan is ons gebeuren afgelopen. Hm. En dat is het met vrouwen. Je neemt een vrouw mee naar binnen en ze begint gelijk je huis te veranderen. Dat is allemaal best, maar dat moeten ze dan zelf doen. En wat vrouwen doen. is ze zeggen dat ze iets op een andere manier willen. en dan moet jij het gaan doen. En dat is niet eerlijk. Als die vrouwen het huis anders willen. Doen ze dat zelf? En dat doen ze in overleg, AUB. Dat is ook iets waar vrouwen een groot probleem mee hebben. Dus. Ja, dat is ouderschap. Dat dat niet gaat momenteel. Want het is niet leuk. Om een vrouw in je huis te hebben. Ze gaat commanderen. Ze gaat dingen willen. En ze gaat ontevreden in een hoekje zitten als een klein kind. Of tegenwoordig gaat ze whatsappen. Of Instagrammen. Van nou even niet. Ja, dan zit ze er, moet je er even met rust laten. Dat wil je toch helemaal niet in je huis? Mijn dochter was met haar uh, nu vriendje naar de intratuin geweest. Daar hadden ze in de rondte gekeken. En daar stonden een aantal planten en die vond hij best mooi. En toen zei ze tegen hem: waarom koop je die dan niet? En toen zei hij: nee, die passen niet in mijn rugzak. Ja, het is ook vijf kilometer fietsen. En dan zegt mijn dochter tegen mij... Nou, maar die poste best wel in zijn rugzak. En waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Ja, Zo'n vrouw wil je niet in je huis. Ja, maar piggy, dit gaat over je eigen dochter. Ja, precies. Want dat bevalt mij niet. Mannen zijn veel gevoeliger dan vrouwen. Ja. Onder mannen is het gebruikelijk dat je. Als je iets nieuws hebt, dat je er eerst aan moet wennen. Aan de gedachte dat je een nieuw ding hebt. En dan moet je er een nacht over slapen en dan nog even dit. En dan uiteindelijk, dan ga je de doos openmaken en de kabels pakken en de beat, boet, beat. En dan, dan doet ook alles het in één keer. En je weet als man dat als je iets binnenkrijgt via cool blue. Dat je dat niet gelijk moet openrachen En gelijk dit en dat. Er zit er alles voor in. Dat moet je helemaal niet doen. Mannen zijn heel gevoelig. En vrouwen zijn bot. Vandaar, als een vrouw zorgt voor het huis. Is er niks aan de hand? En laat naar buiten toe waar de gevoeligheid moet gaan, de man vooraan staan. Ik ben uitgeweest met vrouwen. En dan maak je de meest ja, geweldige dingen mee. Want vrouwen misdragen zich in het uitgaansleven. En ze komen daarmee weg. Ik heb, ik heb vrouwen zijn dingen zien doen. En ik dacht weer, jee baby, als ik dit had gedaan. Dan was ik gepakt geworden. En vrouwen, die, die krijgen dat voor elkaar. En dan kom ik, dat is dus bij een nachttent of zo, hè. Hoppakee, uh, die vrouw voorop. En, en ik er zo uh, in, de, in de maalstroom achteraan. En dan is er niks aan de hand. En die vrouw voorop, hè. En lekker dansen en suipen, en regels overtreden en schreeuwen. Nou, dan moet je vrouwen vragen. Het punt is dat als zo'n vrouw niet jouw vrouw is, maar de vrouw van iedereen is, en je hebt er zo een in je huis, jongen, koop een tent. Als uh, plan B, snap je? Dat nou je ja, een goede tent hebt. Een thermische slaapzak. je, je kent het wel. En zo'n zo Berkey uh, Water uh, Refresher. Kan je altijd naar de Hoge Vele toe. Ja. Die zien we nooit meer terug. Dat je even weg kan, man. Kijk, los daarvan is ouderschap de wens. Dus je kan klagen dat het tegenwoordig niet makkelijk is. En ik kan zeggen. Wanneer was het wel makkelijk? Nee, ik kan vragen. Wanneer was het wel makkelijk? Dat weet ik niet. Dat gezeik met Eva en uh, de grote slimmerik, dat, uh, dat duurt nog even voort. Hè. Daar zijn we nog niet van bekomen. Hm. Dus morgen heb ik een overleg. Van kwart voor negen tot kwart voor tien met mijn directe leidinggevende. Dat is een vrouw. Oh. Kijken of ik die aan het denken kan krijgen. Je weet het niet. Het punt is, ik ben een man. Ik laat mij niet tegenhouden. Nee. Als ik vind dat ik gelijk heb, laat ik mij niet tegenhouden. Ook niet door vrouwen. Ook niet door gevleugelde dwarskikkers. Wanstaltige deurknoppen. Helemaal niemand niet, want ik ben een man. Ik ben geboren om strijdend te sterven. En ik heb een doel. Wat wil men nog meer? Om mij gelukkig te laten zijn. Ja, maar Perry, straks misluk je en dan is alles voorbij. Ja, en dan heb ik het wel geprobeerd, dacht ik. Dan ben ik een probleemstudie. Dan kan je gaan bestuderen waarom ik mislukt ben. En dan misschien dat jij een beter idee krijgt. Ja. Yeah. Laten we daarop hopen. Kijk, vooruitgang is iets wat altijd was. En, uh, het schijnt zelfs dat als het voorbij is, hè, dat het nog steeds vooruit gaat. Het is heel raar. Ik denk niet dat ik daar anders over kan spreken dan uit te barsten in hele vervelende poëtische dingen zoals die bard bij uh, Asterix en Obelix. Ja? Dat de strijders die zaten met de mooie vrouwen en de rode wijn aan de everswijn en de bard die was opgehangen in de boom. Het leven is eenvoudiger dan men denkt. Laat iedereen verrekken aan je been. En ouderschap... Het is het waar het om gaat. En een kind wil geboren zijn van ouders-strijders, Ouder-strijders. Ook oude-strijders. Van, van ooit, weet je wel. De mensen van steen of staal of allebei. En als je een zwakkeling bent en je gaat kinderen baren, betekent het niet dat je per se zwakkelingen als kinderen krijgt. Ja, zo werkt het ook weer niet. Dus ja, ik heb geen advies. Als je het lef hebt om het ouderschap aan te gaan. My lucky number is one. Het zijn mooie tijden, gedenk dat. En een kind. Maak een calculatie. Wat kost een kind? Als je wijf thuis zit en jij staat op de bouwsteiger, wat kost een kind? Wees eerlijk. Je wijf, die kan van lappies, maak ze luiers en dat soort dingen, hè? Gewoon een poepje van de kindje in de wasje. Stel, je hebt zo'n wijf. Ja, hoeveel liter water heb je daarvoor nodig? En dan moet er gekookt worden. Snap je? Rekenen met die handel. Wat kost een kind? Kost geen drol. Sukkel. De eerste vijf jaar hoeft je kind niet naar school. Look it up. Dus dat kost ook niks. Wat heb je er meer nodig voor een kind? Buitenlucht, het kind moet kunnen spelen. Het kind moet naar buiten kunnen. Dus wat heb je nodig? En dan kan je denken aan het urbane begrip kindvriendelijke buurt. Je kan ook denken aan het rurale begrip van uh, pas op voor de koe dat hij niet bovenop je gaat liggen. Snap je? Dus waar wil jij jouw nieuwe mens neerplanten? In de gekte van de stad? Ja. Kijk, als jij een kerel bent. Dan ik bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben een kerel. Ik heb al tegen Wim het gezegd. Zullen we buiten de stad gaan wonen? Hij betaalt 400. Ik betaal ook 400. Dus we hebben 800 samen. Wat we nu betalen. Nou, voor 800, wat kunnen we daarvoor krijgen? Buiten de stad. We delen de badkamer, we delen het de toilet en we delen de keuken. En misschien hebben we nog een woonkamer. Als daar ruimte voor is. En Wim wilde een tuin. Dat vind ik goed. En dan gaan we lekker naar buiten. Ik ben een man. Dus en Wim ook, we hebben onze poen. Het enige is dat ik moet in de buurt van mijn werk wonen, met de bus AUB of een elektrische fiets. Oké. Okay. Ja ja, wij zijn mannen. Gelukkig worden wij oud. En kies jij. Wim heeft geen kinderen. En toch is hij ouder. Toch heeft Wim ouderschap over pleegkinderen. Dat zegt hem veel. En terecht. En mij ook. Naar mijn eigen kind. Het is zo fijn om om te gaan met die jongere generatie. En ze totaal voor de gek te houden. <laughs> Stel het je luie donders dat het zijn... Want dat zijn kinderen, Dan raken ze verwend en dan denken ze, oh, is allemaal wel goed, oh, is allemaal wel goed. Ja, ja, ja. En dan ik huppakee, huppakee, schop onder de reet. Ik ben voor mijn dochter, dat is een leuk verhaal, <laughs> en ik ga afsluiten hoor, maar voor mijn dochter ben ik een playlist aan het maken voor haar verjaardag er wordt de dance baby dance disco inferno. <laughs> Ouderschap is het. Dank je.